Zo, wij gaan nu rijden in de nieuwe Opel Insignia. 5 jaar geleden kwam de Insignia op de markt en nu komt Opel met de nieuwe Insignia. Nou, wat is er nou zo nieuw aan? Aan de buitenzijde niet zo gek veel, zou je eigenlijk denken. Laten we zeggen, de grill is wat gewijzigd. Het logo komt er wat forser uit. Die chrome strip die er vrij uitkomt. Dit is overigens een OPC pakket. Dus die onderste spoiler die zit daar niet standaard op. Maar met dit pakket natuurlijk wel. Je ziet dat zeg maar, de koplamp unit, die wingvorm, die zit nu standaard op de Insignia's. Was op de vorige Insignia een optie. Achter is de auto ook wat gewijzigd, want de chrome strip loopt nu verder door. De reflector hier die is aangepast. Desalniettemin kan ik u verzekeren dat het grootste verschil van de nieuwe Insignia met name de binnenzijde is. Het interieur is fors onder handen genomen. Opel is afgestapt van die vliegtuigknopjes. Het leek altijd net een cockpit. Nu hebben ze het totaal anders aangepakt. Het IntelliLink systeem van Opel. Daarin kun je natuurlijk navigeren. Je kunt je telefoon erop aansluiten. Dat heb ik inmiddels gedaan, overigens. En daarmee kun je streamen vanaf je telefoon. Je kunt een iPad er zelfs op aansluiten. Dat gaat dan via de USB-aansluiting. Daarnaast is het zo dat je zelfs films kunt afdraaien. Maar dan moet de auto stilstaan. En dat is natuurlijk om veiligheidsredenen. Nieuwe auto, daar hoort ook een nieuw album bij, zoals u gewend bent bij On The Road. Vandaag heb ik meegenomen de band Live at the Academy of Music 1971. Samen ook nog met Bob Dylan. Prachtig album. En we draaien natuurlijk Stage Fright. Hop, touchscreen. Jongen, dit is geweldig. Het IntelliLink systeem heeft dus diverse mogelijkheden. Streamen vanaf je telefoon en iPad, maar zelf kun je ook een aantal favorieten heel goed rangschikken. Oftewel, alles wat je eigenlijk nodig hebt in de auto, of misschien heb je het wel niet allemaal nodig, maar ja, tegenwoordig, in deze moderne tijd, willen we altijd connectiviteit hebben. Nou, daar heeft Opel heel goed op ingespeeld, want het IntelliLink kan bijna alles. De wijze van bedienen kun je ook op verschillende manieren doen. Je hebt hier een softpad, die fungeert als muis. Natuurlijk is het ook gewoon touchscreen. En je kunt sommige commando's ook via je stuurwiel bedienen. Daarnaast heb je ook diverse mogelijkheden voor voice commanding. En dan voice commanding bedoel ik dus dat je via je stem met je Insignia kunt communiceren. Is dat gaaf? I've got fire, water, rape on my breath. De versie waarin we rijden is de 140 pk diesel, 2 liter CDTI. Is zeer interessant, want die valt in de 20% categorie voor je bijtelling. Zowel in sedan, hatchback als station. Die noemen ze bij Opel dan de sportstoerer. De benzinemotoren, startend met een 1.4, vanaf €27.995 dan heb je een 140 pk benzinevariant. Je hebt natuurlijk ook nog, als je dat te weinig vindt, heb je nog een 1600 turbo. En voor de echte mannen onder ons, 325 pk met een 2.8 V6 turbo. Haha. Dit is dus die diesel, 2 liter CDTI, 140 pk. Prima auto, ligt goed op de weg. En met name op oneffenheden, op landweggetjes, dat kun je er heel duidelijk merken. Dan blijft de auto heel strak in balans. Maar goed, ik zou toch ook benieuwd zijn naar die 325 pk. Goed, die voice commanding gaan we dus even proberen. We drukken op het navigatiesysteem, bestemming en spraak. Wat voor type bestemming? Adres. Spreek het adres Nederland in of zeg land veranderen. Arena Boulevard 590 Amsterdam.
Arena Boulevard 590 Amsterdam, juist? Ja. Nou, het werkt prima, zoals u ziet. Dus nu gaan we naar de Heineken Musical en gaan we kijken wie daar gaat optreden vanavond. Naast de nieuwe media mogelijkheden die de Insignia heeft, zijn er ook een aantal veiligheidsaspecten. Denk daarbij aan een signaal op het moment dat er een ander voertuig zich begeeft in de buurt van je auto. Je kunt zelfs de cruise control instellen, zodat jij bij wijze van spreken 2 seconden ruimte wil hebben tussen een voorganger en jezelf. Houd die allemaal netjes bij. Hij heeft een remassistent, oftewel op het moment dat je een noodstop zou moeten maken, grijpt hij zelf in. Je kunt de auto zelf laten inparkeren. Je kunt eigenlijk alles. Je hoeft alleen nog maar zelf te sturen. De nieuwe Opel Insignia. Het is een nieuwe Opel Insignia, met name binnenin, zoals u heeft kunnen zien. Rijdt goed, stuurt goed, houdt zich goed op de weg. Maar dat IntelliLink is toch wel heel erg leuk. En ik betrapte me erop dat ik al lang was uitgereden met de Insignia, maar toch nog aan het spelen was met mijn IntelliLink. Wow,